Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik ben vandaag voor 100 dagen 100 banen goudsmid bij Gaston Diamonds in Amsterdam. Nou, ik ben hier vandaag samen met Aniel. Jij bent goudsmid. Ja, dat klopt. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik hoorde dat ik dit ging doen, dat ik dacht, je weet al wat het inhoudt, maar ook weer niet precies. Het is eigenlijk het smeden van sieraden, het vervaardigen van sieraden. Voornamelijk wat wij hier zo doen, is het maken van nieuw werk. Daarin verwerken we dan ook diamant. En allemaal met de hand? Ja, allemaal met de hand. En hoe ziet jouw dag er nou uit? Dat is verschillend. Maar voornamelijk zijn we bezig met klanten. De ringmaat is nu 56. Mm-hmm. En we gaan hem moeten verkleiden naar maat 53. En dan mag je hem even doorzagen. En hoe lang ben je al goudsmid? Ik werk hier al 22 jaar. Er zijn een hoop ringen die jij gemaakt behoorlijk hebt. Behoorlijk wat. Ja. Zag je dat? Ja. Heel erg gezien. Wat we nu gaan doen is zeg maar de ring weer een model krijgen. Maar je moet natuurlijk wel voor dit beroep wel vast hebben. Ja, je moet wel hebben. Goed met je handen kunnen werken. Ja. Je moet nauwkeurig kunnen zijn natuurlijk. En ook een beetje creativiteit komt erbij kijken. En moet je ook wel eens dingen maken die je echt niet mooi vindt? We adviseren wel natuurlijk, maar het moet wel technisch mogelijk zijn. De volgende stap is dat we meer gaan polijsten. En straks komt er ook een klant, daar heb ik een afspraak mee. En daar gaat ze een diamant erbij uitzoeken. En die gaan we ook moeten zetten en daar mag je maar bij meehelpen. Wat vind je nou het allerleukste aan dit vak? De tevredenheid van de klant. Ja? Ja. Het is eigenlijk gewoon een kunstwerkje wat je maakt, hè? Ja, wel. Die afspraak staat, is er al. Ja, voor de diamant. Voor de diamant. Kunnen we even daar naartoe gaan? Wat dan cool dat zo persoonlijk is. Ja. Ja, het is wel persoonlijk. Ja. Heel cool. Ja, absoluut. Zeker. Ik vind net iets op van dat hij ooit een diamant is gezet van 1 miljoen. Dat wil je natuurlijk niet weten. Nee, dat weet je niet. Als je bezig bent, wil je dat gewoon niet weten. Dit is echt nog heel... Ouderwets. Kijk, dat is een hunnebed. De oude pootjes, hier mag jij heel voorzichtig naar de steen toedrukken. Ik ga maar wennen. Ja? Oh, ja, dat ja? Ik kan mijn ogen niet geloven. Zie je dat ik aan het trillen ben? Ja. Ik moet van het weekend. Ja, hij zit er zo keurig in. En hoe komen diamanten nou eigenlijk aan zo'n vorm? Die worden geslepen. Ze hebben allemaal verschillende grillige vormen, zeg maar. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk naar de structuur gekeken van de diamant. En dan wordt bepaald welke gedeelte geslepen gaat worden. Die bondjes, die moeten ook weer glans krijgen. Oh ja. En die is nog mat. Mooi, hè? Ja, keurig. Dit is echt een hele mooie ring, trouwens. Ja, het is een mooie ring voor dat. Ik wil hem ook wel hebben. Ja? De ring zit erin. Dan gaan we versturen. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar de showroom toe. Oké. Okay. Waar we net zaten. Dan kan de klant kijken of het oké is. Nou, dankjewel voor vandaag. Ja, graag gedaan. Ik had voor geen goud willen missen.